Hey kijkers van Dus Games. Ik zou een update geven over het DDG-event en waar Rempel waar het is zover. Ik doe dat expres na de Gathering, omdat ik ook dat event totaal niet in de weg wou zitten hiermee. Dit is wat anders, dit is DDG Friends en dit is eigenlijk gewoon een soort van leuke gamers meeting. Voor mij komen er geen vloggers voor zover ik weet. Gaan we het wel even over hebben. Het is voor alle duidelijkheid, mocht je het hebben over het DDG, wat we wel hadden. 9 juli is het zover. Er zijn al redelijk wat tickets verkocht. De meeste VIP-tickets zijn al weg, maar er zijn er nog een paar, dus wees snel. En ik ga jullie in deze video proberen uit te leggen: er komen 3000 man, zie ik, uh, waarom jij zou moeten komen. Nou, reden 1. Stel je voor, je bent op de Gathering geweest en je hebt een van de mensen die ik zometeen ga opnoemen, wou je per se ontmoeten, maar het is niet gelukt. Misschien mij, misschien Ties, misschien Gio, misschien Lars, misschien Ronald, I don't know, iemand. Dan is dit het moment, want hier komen er maar 3000. En met het aantal YouTubers wat er zijn, zijn er zoveel rijen dat je altijd ergens kan zijn en binnen een half uurtje ze zou moeten kunnen spreken. Het moet wel heel erg gek worden als dat niet mogelijk is. Um, ja, even de korte uitleg. Want uh, er zijn een aantal extra mensen bijgekomen. Vandaar dat ik deze video heb gemaakt. De vorige keer waren het er gewoon eigenlijk de DDG-mensen, om het zo maar te zeggen. En ik ga even de camera switchen, speciaal voor jullie. Gaat die? Hop. Ja, nou denk ik hier. Hi. Um, oh, die kant op. Hi. Gaan we even over de website heen. Nou, dit is. Gewoon de website ddgevent.nl, zie je ook linksboven in de hoek staan natuurlijk. En, uh, het is heel simpel, haal je ticket, klik hier en je gaat naar allerlei afrekenmanieren en dergelijke. Dat is niet al te ingewikkeld. Over het event, weet ik weet eigenlijk niet wat het staat. Voor mij gewoon algemene informatie. Ah, ja, maar wat ik echt wil doen is uh, dit, de YouTubers. En dan gaan we naar bekijk ze allemaal. Waarom? Ik zie er trouwens uit als een spook. Een heel rare belichting. Ik lijk al helemaal wit. Goed, gaat het niet om. Niet op mij letten. Kijk gewoon naar de website. Uh, David Harms is er ook. Ah, wie heeft daar nou weer zin in? Hè? Nou goed, maar het is een DDG-event, dus ik moet zelf ook op komen draven. Anders is het zo raar, weet je wel. Ronald Vladder komt natuurlijk ook. Dus dat uh, is leuk. Ik zag dat hij een hele dikke rij had bij de Gathering. Dus mocht je hem niet gesproken hebben of gezien hebben, of eens een kontgeknepen hebben, dan kan dat daar. Uh, dan hebben we ook Raoul, ja, mijn Viva Boy natuurlijk bij DDG, samen met Robbie. Reve, mijn verloofde, mijn aanstaande, mijn ster, mijn schatje, mijn alles, die komt natuurlijk ook. Dan hebben we Ties, die is aangekondigd, die heeft zelf ook in een video aangekondigd dat die komt. Um, en die is er, de hele dag. Samen met zijn groep, maar daar gaan we het zo meteen over hebben, want dat komt nog verder naar beneden zo meteen. Lars, de kippenkoning, komt natuurlijk ook. Het staat ook letterlijk ook gewoon op de website, de koning van de kippen. Dat is schijnbaar, dat is Lars. Niet van, het is een let's player uit... ...waar hij woont, en nee hoor, gewoon kippenkoning. Uh, Giovanni is er ook, Giovanni Latoi, hebben we er expres even neergezet... ...want dat betekent natuurlijk dat de Latoi's ook komen. Dus ik ga ervan uit dat zijn ouders ook gewoon komen. En ik denk zijn zusje ook, dus dat wordt hartstikke gezellig. Ja, dan Rob de Graaf, Lucky Graaf NL. Uh, we hebben met z'n allen geprobeerd om hem um, ja, ervan af te halen. Zo van, nee Rob, het is niks voor jou, kom maar gewoon niet en zo. Maar hij zegt, ja maar ik wil komen. Ik denk, oh, nou, moet maar dan, hè. het is DDG. Dus Rob komt helaas ook... Nou, grapje natuurlijk. Rob komt ook, jongens. Um, en Kevin. Kevin en Ivar die gaan optreden op het DDG-event. Dat dus wordt superleuk. Um, alle Kevartjes hebben nu nul redenen om naar Eindhoven af te treden en een uh, ticket te halen. Gewoon doen dus. Joey Crack komt natuurlijk ook met zijn nieuwe merchandise. En ja, dan zie je het al een beetje aankomen. Je hebt Tiel, je hebt Thies, je hebt Joey. Wie komt er nog meer? Komen we zo meteen. Want allereerst Marnik. Marnik die, um, is wel een leuk verhaal. Het komt eigenlijk door zijn achterban, de egs um, Fans die het zo vaak getweet hebben dat we eigenlijk niet anders konden dan hem uit te nodigen. Niemand wil Marnik hebben, maar we dachten, nou ja, doe maar dan. Nee, grapje. Marnik zou sowieso uitgenodigd worden, maar dankzij de kijkers van Marnik is het wat sneller gegaan. Shaki, zoals ik al zei, nu komt de groep natuurlijk. Uh, Kees hoort niet bij, bij Shaki, maar komt ook. Uh, dan hebben we Itza Job, en nog zo'n stomme Belg, Alex van Dun, toen wist ik niet meer dat het een Belg is. Ja, dat moet hij wel. Uh, en Miaten komt ook. Binnenkort bekend, er komen nog meer. Deze website zou ik gewoon lekker in de gaten houden... ...want onder andere hebben Milan en Don aangekondigd dat ze ook komen. Don zo'n beetje de hele dag en Milan in de middag. Dus mocht je die amper gezien hebben op de Gathering... ...dan is dit het perfecte moment om Game Meneer en Dagelijkse D te zien. En met Dagelijkse D zeg ik eigenlijk Milan. Um, ik, uh, het moment dat ik deze video maak ga ik direct hierna zo'n beetje een, uh, een skype sturen ...naar Viva Philosophy en uh, Linktiger. En gaan we eens even kijken of die ook willen komen... Er zijn een aantal mensen die gezegd hebben, ik kom niet. Ook al heb ik ze niet uitgenodigd. Dus verwacht geen um, uh, Enzo en Jaraski. Uh, en Vincent ga ik vragen, maar ik denk dat die ook niet komt. Maar we gaan het zien. We gaan het echt zien. Ik ben heel erg benieuwd. Het is ook geen gotta catch them all. Het is ook geen verplichting om te komen. Gewoon puur omdat ik je uitnodig. Helemaal niet. Net als op de Gathering hoeven YouTubers ook niet heen te komen. Feed, daar ga ik niet heen. Dus wat, ben ik dan een lul? Nee, tuurlijk niet. Ik wil er gewoon niet heen. Zo simpel is het. Het wordt een super, super leuk event... De hele dag natuurlijk. We hebben allemaal meet and greets geregeld. En natuurlijk allemaal andere leuke stands om je te kunnen vermaken. Maar ook een hoofdpodium. Waar dus, zoals ik al zei, Kevin gaat optreden. Samen met Ivar. Waar we giveaways gaan doen. Live QA's. Misschien nog een heads-up FIFA-wedstrijd. Tegen wie maar durft, tegen Rob of Raoul. We zullen het zien wat we daar gaan doen. En um, ik heb er heel erg veel zin in. Ik ga weer even terug naar het grote scherm. Want um, dit is voor mij best spannend. Dit is een van mijn eerste events die ik. Het is eigenlijk zo'n beetje mijn eerste event wat ik zelf organiseer. Zonder echt een partijen erbij, zoals de Informatie Gaming Days, dat soort dingen. Dat was natuurlijk niet door mij georganiseerd, maar wel door mij gepoest. Dit is mijn eerste event in Eindhoven en ik wil echt iedereen bedanken. Alle YouTubers die, um, die komen, die het gewoon gezellig vinden, die dit event steunen. Het is ook totaal niet om de gathering af te bijten of zo, want ik doe het expres twee, drie maanden later. Um, en ik wil natuurlijk alle kijkers bedanken die nu al tickets hebben gehaald. Er zijn echt al heel veel weg. Dus ik zou, als je het wil gaan doen... Nu halen. Want er is een mogelijkheid dat je een week of een paar weken voordat het er is, gewoon niet meer kan. Um, kun je niet bang maken of zo? Maar ga het gewoon lekker bestellen als je van plan bent om te komen. Als jij hulp nodig hebt om, um, om ouders te overtuigen, zou ik zeggen: laat ze gewoon lekker deze video zien. Uh, laat, uh, laat wat kanalen zien. Uh, ga, ga naar uh, eventueel video's van de, van de Gathering. Van hè, hoe is dat daar dan gegaan, zeg maar. Want ik kan me voorstellen dat een deel van jullie ouders die hebben van: ja, dat weet ik niet hoor. Dus jij wil, zeg maar. ...half Nederland doorreizen om iemand die je van het internet kent te ontmoeten... ...en die is een jaar of dertig. Ik snap het, ik snap het. Maar het is een publiek ding. Er zijn daar uh, 3000 kids. Um, goede beveiliging, gecertificeerde beveiliging. Uh, we gaan er een gigantisch leuk feest van maken. Uh, ouders zijn natuurlijk ook gewoon lekker welkom om mee te komen. We gaan zorgen voor iets van een leuke ouderslaunch of zo. Dan gaan we dan wel, uh, weet ik veel, Sex in the City draaien of zo op Netflix... Nee, sorry, ouders. Ik maak een grapje. Uh, maar natuurlijk voor de kids ook. Um, als je kan komen, kom lekker gewoon. Als jij uh, nog iemand mist in de line-up waarvan je denkt... ...oh, maar waarom heb je die niet uitgenodigd, David? Laat het even achter, want misschien dat ik inderdaad helemaal mensen vergeten heb. Misschien zijn er mensen die inmiddels al aangekondigd hebben dat ze komen... ...maar nog niet op de website staan. Sorry daarvoor, ik beheer hem niet zelf, maar ik ga hem mijn best doen om het te fixen. Laat even like achter, abonneer op DDG... ...en ga natuurlijk even naar ddgevent.nl om te kijken wie er allemaal komen. Want het verandert elke dag. En... Um, Haal je ticket. Bedankt voor het kijken jongens. En ik zie jullie heel graag 9 juni in Eindhoven. Doeg!